Hey, goedemorgen, beste abonnees, beste kijkers. Nou, ik ben onderweg naar de restaurant waar ik kan ontbijten. Waar ik kan ontbijten, moet ik beter zeggen. Er staat hier, daar is de ingang. Oh, ik heb heerlijk geslapen. Of tenminste, ik kon slecht in slaap komen. Maar toen ik een keer in slaap viel, toen heb ik ook heerlijk geslapen. Ik had de klok al gezet, ja, tegen 1:07. Maar ik ben nog blijven liggen, schrok ik ineens wakker om 8:00. Maar goed, ik heb tijd aan mezelf. Dus ik ga eerst even naar binnen, lekker ontbijten. Ik zal daar nog wat opnames maken. En, zit in de zo'n sfeer. Eerst nog maar even een pakje koffie pakken te worden. Dat is helemaal gaaf hoor, joh. Kerst is er bij. Ik zal eens een plekje gaan zoeken waar ik kan zitten. Eerst even met de koffie wakker worden. Nou, ik merk dat ik nog een beetje slaapdronken ben. Ik zal jullie zo nog even opleiden wat er allemaal straks nog zoal is te krijgen. Kijk, even al dat lekkers hier. Er wordt niks meer mee, hè? Yes. Yes. Duitse vrienden zijn ook weer wakker. Lekkere. Het ziet er allemaal goed uit. Ik begin eerst even hier maar mee. Oh, ik moet echt wel heel vaak warm. Goed, nou, ik heb heerlijk ontbijt gehad. Zag er ook allemaal verzorgd uit. Maar goed, ik ben 's ochtends geen grote eter. Dus, ik heb al een aantal broodjes gehad. Lekkere dingen. Goed, ga nu daar even naar de shop. Ik zal even de camera draaien. Nou goed, hier is dus al een kleine winkel bij. Merchandising. Het is ook allemaal op kerst. Dat man kerst ingericht. Goed. Ik ga nog even wat kopen en dan ga ik weer richting het thuisje en dan ga ik weer op pad. Goed, ontbijt achter de rug. Het is een heerlijk ontbijt. Echt genoeg te krijgen. Alleen ik ben 's ochtends geen grote eter. Maar goed, ik heb wel voldoende gehad. Ik kan er weer tegenaan voor een aantal uren. Ja, de Duitse vrienden zaten nog even bij mij aan tafel, ook te ontbijten. En met hun heb ik nog even telefoonnummers uitgewisseld. En ik rijd vandaag met ze mee richting het Groot Meer, halverwege Finland. Ik ben de naam even zo vergeten, dat zet ik er wel even onder. Zij hadden sowieso al, dat is voor hun sowieso al een hotel geboekt. Voor mij natuurlijk nog niet, maar de ervaring leert dat er altijd nog wat plek is. Nou, dan heb ik in de shop geweest, dan heb ik wat dingetjes gekocht, souvenirtjes gekocht voor mijn drie kleinzoons. Die zullen er vast wel blij mee zijn. En nog iets voor mezelf. Dan ga ik mij straks zo opmaken om weer te gaan vertrekken met mijn Duitse vrienden. Ik zie jullie straks nog ergens weer of bij de motor of op de motor. Het is trouwens heerlijk weer. Het is wel lichtelijk bewolkt, maar de temperatuur is goed. En het blijft ook goed zoals de vooruitzichten nu zijn de komende dagen. Dus hopelijk is het aan de Noordkaap dan ook een beetje zonnig. Zodat ik ook nog mooie dronebeelden kan maken en mooie foto's. Maar goed, dat gaan we dan wel zien. Tot straks. Oh,
Goedemiddag. Okay, boys, remember in Holland, you have to be every day good boys. Reading your school book very well, eating very well, sleeping very well. And remember, boys, no fighting. And if you are good boys, I can bring you many presents to Christmas time. Lego, Ninjago, Lego City, Lego Star Wars, some games, and everything is possible. See you, but every day good boys. Goedemorgen. Ja, nogmaals goedemorgen. Ik ben nu klaar om te gaan vertrekken richting de Noordkaap met mijn Duitse vrienden. Groepje Duitse vrienden. Hoor, ik heb gezegd, ik ga gewoon met jullie mee. Zij gaan toch ook weer ergens halverwege overnachten, dus. Nu hoor ik dat wij hier met een andere tijd zitten. Zij hebben geen zomertijd, hoorde ik. Dus er zit een verschil in. Daarom deed mijn nacht. Navigatie gisteren dat een beetje vreemd. Goed onderweg. De laatste twee etappes naar de Noordkaap. Wauw, spannend. Wat komt steeds dichterbij. Nou, vandaag heerlijk. Ik had al eerder gezegd. Korte nacht, dan komt het door de daglicht, dat het nog zo licht is s'avonds. S'nachts, de zon gaat gewoon niet onder, die blijft gewoon schijnen. Maar een hele bijzondere gewaarwording. Ja, dat heeft wel iets, doet wel iets met mijn bioritme qua slapen. Dan ben je s'avonds op het terras en dan denk je van hé. En dan kijk je op de klok, het is al 12 uur. En je hebt het gevoel gewoon dat het nog heel vroeg is. In de avond, maar dan blijkt het gewoon al later zijn. Dus dat is een hele bijzondere gewaarwording. Dus ja, ik heb denk ik maar 4-5 uurtjes slaap gehad vannacht. Maar goed, dat is ook prima. Ik ben redelijk goed fit. De uren die ik sliep ik ook vast. Nou, gisteravond hadden we even een sauna genomen. Dat was ook echt lekker ontspannend.
Nou, deze groep motorrijders voor mij die zijn van een Harley Davidson chapter groep. Braunschweig. Zijn dus ook eerst deels gekomen dus uit noorden Duitsland, dus Braunschweig, dat was even opgegeven. Ze zijn dus ook eerst richting Zweden gegaan, volgens mij met een boot. En met de boot naar Zweden gegaan. En ze hebben op een gegeven moment in Zweden een eiland genomen en daar viel de boot naar Finland. En zij zijn via Finland naar, naar Kerstdorp gereden. Gisteren hebben zij dus geen slecht weer gehad. Ja, één klein buitje zeiden ze. Goed, die pech had ik, ging over Zweden, dus ik zat precies in die bui. Maar goed, zij hadden dus voor nu dezelfde planning. Dus vandaag halverwege richting dat is meer die in, meer dan meer, zoiets. En die dag erop, vrijdag dus, naar de Noordkaap. Nou, we hebben gisteravond even gezellig bij elkaar gezeten en vanochtend een ontbijt samen gedaan. En aangezien ik een drone heb, vond ik het wel leuk dat ik meeging om toch al een dronefilms te maken. Ook van hun, ik zei natuurlijk dat ik dat wel toebereid. Het is een leuke groep, drie mannen, één jonge dame van 56 en de rest is allemaal wat ouder. We zijn ons een beetje gelijk aan onze leeftijd. Ja, echt leuke mensen, leuke persoonlijkheden allemaal. Ja, dan maakt een motorrijden toch altijd weer iets bijzonders, iets moois, iets speciaals. Zo leer je zoveel nieuwe mensen kennen. Ja, dat is het avontuur van de motorrijder. Dus ik vind dat heerlijk, ik kan daarvan genieten. De rendieren. Oh, prachtig. Oh, schitterend. Brede strook asfalt. Geen idee waar het voor is. Zonder. Even brandstof tanken, benen strekken.
Horst ist ja auch ein Frühstück. Da kommt es auf den Euro nicht drauf an. Horst ist ein Frühstück. Goed, pauze gaat. We kunnen nu weer verder. Inmiddels heb ik ook een hotel geboekt. Hetzelfde hotel waar mijn vrienden, Duitse vrienden in zitten. Ik zal even de namen noemen. Die achter voor mij rijdt Olaf. Daarvoor rijdt Maaike. Dan Horst. Nou, dat ben ik even vergeten. Dat is een andere naam. Maar goed, dat is... Ja. Schitterende omgeving. Ja. Ja, de temperatuur nog steeds goed. Het is nog ongeveer 200 kilometer tot Inari. Dat is nog een beste trip. Maar goed, het is nu ongeveer een uur of... Oh, verkeerd. We zijn verkeerd gereden. Hier in Finland is het ook goed geregeld met brandstof en dat soort zaken. Supermarkten, onder zoveel kilometer heb je al iets waar je kunt tanken of eten. Ik weet niet of ik het net al gezegd heb, maar het is heerlijk weer. Ik zal eens even kijken wat de temperatuur doet hier. De motor geeft 22 graden aan. Lekker is dit. Tjoh, wat prachtig. Al die meren hier, schitterend. Het landschap verandert steeds meer. Geweldig.
overal zie je dit soort cafeetjes, eetgelegenheden, souvenirs. Fantastisch dit. Ik moest even in de ankers van de liepen rendier. Je kan het helemaal niet zo snel gezien. De vrienden voor mij ook niet. Beetje schrok. Maar goed, het beestje had een bel om. Dus het zijn allemaal dieren die hier gehouden worden. Dat heb ik wel eens begrepen. Het zijn gewoon van die rendierboerderijen. Ja, goed. Ik denk niet dat hij op de camera is gekomen. Ja, een leuk gezicht. Ik zag hem natuurlijk wel in een ooghoek naast me, maar ja, ik had de camera niet aan, dus jammer. Maar goed, ik moest toch even stevig remmen. Het is gewoon een kwestie, ja, je gaat van 100 kilometer en zo in één keer, en van tevoren je geremd, dan gaat het heel snel. Ja, er komen wellicht nog wel meer rendieren tegen. Ja, het is altijd inderdaad voorzichtig zijn met wilde dieren, want zonder rendier, ik zag hem naast me, maar die was best wel groot. Zo'n jongen wil je natuurlijk niet, niet tegenaan botsen. Die was zielig voor het beest, maar voor jezelf is het ook niet al te prettig, denk ik. Want ik denk dat je hem best wel een behoorlijke klapper maakt. Maar het zijn schitterende beesten. Schitterend. Ja, dus in zo'n groep rijden is het misschien wel is goed, maar je moet wel een beetje meer afstand houden. Want als de eerste remt en je ziet iets of wat dan ook, dan heb je nog genoeg tijd om te kunnen reageren. Ja, je weet het nooit, zo'n rent kan natuurlijk ook zo vanuit het niets de straat oversteken. Dus ja, dus ik ben wel constant een beetje aan het kijken links, rechts van mij of er niet iets beweegt in de verte. Maar ja, weet je, dat is zo relatief. Dat, het gaat allemaal dan zo snel als een rendier er oversteekt, overloopt. Ja, laat staan dat je een eland ervoor krijgt. Dus, maar echt, nogmaals, het is schitterend, de omgeving is schitterend. Het, ik ben heel enthousiast. Het rijdt gewoon prachtig hier. Het doet echt iets met mij. Dus, dit maakt toch heel veel los in iemand. We hadden het er vanmiddag in de groep ook nog even over. Sommigen waren best wel druk. Een van die andere, ik geloof dat Olaf het zei, man, neem gewoon de rust. Oh nee, Olaf niet, dat was Horst. Horst zei het, neem gewoon even lekker de rust. Ik zei, dat klopt ook. Ik zei, want ik herken dat aan mezelf ook. De eerste paar dagen was ik best onrustig. Ik wilde snel heen en dingen doen. Maar zo op een gegeven moment toen viel het kwartje op een of andere manier bij mij. Ik kreeg een rust over me heen. En nu ben zo relaxed. Ja, dat zijn van die dingen, ja. Wij leven hier in Nederland. Hier niet. En wij leven in Nederland en in Duitsland zo. Westerse deel. Best wel gestrest. En je merkt gewoon hier dat het allemaal wat rustiger is. De mensen zijn wat rustiger. Natuurlijk in een grote stad heb je daar ook niet drukte. Net als in Nederland of in Duitsland. Maar het blijft toch, hier is wel gewoon de rust. De mensen zelf zijn rustig. Ik denk dat je rustig voor jezelf moet creëren. Dit geeft mij in ieder geval rust. Ik ben sowieso altijd, als ik op de motor stap, dan ben ik veel meer in mezelf. Dat geeft mij zoveel rust. Maar nu ik deze trip maak, dat, ja. Geniet van elke bocht, geniet van elke
boom die er staat. Het is alles om me heen. Ik voel me zo ontspannen. Ja, misschien klinkt het zweverig, maar... Sorry, ik heb nog steeds een beetje verkouden. Ja, ik ben helemaal niet zweverig of zo, maar... Dit is toch iets... om even bij stil te staan, wat je aan het doen bent, waar je naartoe gaat. En wat voor landschap je rijdt. Hoe groot... ja... Het doet wel iets met mij. In ieder geval heel veel. Kilope. Kilopa. De namen zijn niet echt uit te spreken hoor, dus daar heb ik best veel moeite mee. Nou, daar in de verte zie ik wel even mooie gebouwtjes. Kijk eens, water. Volgens mij zitten wij ook hier in het Sami-deel. Sauna trouwens. Maar er zijn wel een aantal kilometers terug tegengekomen. Samiërs volgens mij met de inheemse bevolking. Maar goed, zeker weten ik weet het niet zeker. Zeker weten doe ik het ook niet. Dus ik zet het wel even onder als ik iets meer weet. Toch mooi te zien hoe grillig sommige bomen zijn. Welkom sport. De leider gaf even aan even af te gaan. Dat is een goed idee. 132 kilometer gereden. Dus dit is ongeveer nog een kilometer of 65 tot aan het hotel. Goed, nou, daar staan ze dan allemaal op een rij. Ik wou even Nederlands aan het spreken. Kijk die. Ik ben aan het filmen. War doch diese Viecher, ich spiele auf dem Navi und das mit dem grauen Grauen. Nee, ben even. Dit is dan de groep. Even een pauze. Ik zie jullie later. Nou, goed, daar weer twee rendieren staan hier. Ze zijn best wel grote jongens. Ik hoop dat je het kunt zien. Mike en ik lopen er even naartoe. Nou, ze zijn niet schuw. Kijk, zo'n prachtige beesten. Vegetatie eten. Dat is gewijd, wat is het dan? Niet te dichtbij komen, want die weet ik nog nooit. Kijk, daar lopen ook weer een groep rendieren.
Ik hoop dat ze een beetje goed in beeld kunnen krijgen. Een paar jonkies bij. Prachtig om te zien. Nou, het is nu even voorzichtig zijn, want er lopen veel rendieren mooi hier in de omgeving. We kwamen net alweer een paar tegen elkaar de camera net uit. Kijk eens wat een omgeving, schitterend. Daar heb ik een eentje aan de kant, met een kalfje.
Ja, dan moeten we nog even koelen. Dus ik zal even wachten. Gaan we even naar binnen en checken. Zo, eerst maar een check-in. Even kijken waar we moeten zijn. Er staan wel meer motorrijders hier. This door over there. Number one? Yes, yeah. Number one. Hello. Hello. I did a reservation this morning. On the same block. Okay, let's see. Oh, it looks like fully booked. That blah, but 2:13. Ik dacht dat we hier naar buiten konden. Oké, okay, ja, klopt. Hey, hallo, beste abonnees, beste kijkers. Nou, ik ben gearriveerd in Inari. Ik heb een hotel geboekt. Hetzelfde hotel waar mijn Duitse vrienden in zitten. Goed, daar had ik onderweg al gezegd. Ik sta hier aan een prachtig meer. Dus ik zal je wat beelden laten zien. Nou, we gaan zo eerst even eten in het hotel. Het is nu, voor mij is het in ieder geval bijna 7:15. Er zit wel meer een tijdverschil tussen Finland en Nederland. Dus mag zeker weten doen we niet. Ik hoor het vandaag van een van mijn Duitse vrienden. Nou ja, achter mij zie je nog een watervliegtuig. Die is hier volgens mij zojuist geland en die was er net nog niet. Ja, we hebben vandaag een hele mooie rit gehad en dat hebben jullie al kunnen zien in de video. Ik kan maar een deel laten zien, maar de rit is gewoon geweldig. Je ziet zoveel moois. En die rendieren over de straat. Nou goed, dat is soms wel eens even oppassen. Dat je wel even goed alert blijft. Dat je niet verongelukt met zo'n rendier. Het zijn best nog wel grote jongens. En een eland komt hier ook voor. Maar goed, die zijn nog groter, maar die zijn wat schuwer. Heb ik begrepen. Dus ik ga zo eerst even lekker eten. En dan... spreek ik jullie later nog even weer, maar ik zal eerst nog even een paar shots maken van deze omgeving. Het is echt een schitterende omgeving. Het is een prachtig meer achter mij. Dus ik zal even de camera draaien. Nou goed, hier zie je dus het hotel. Ze zijn hier al bezig geweest met wat verbouwingen. Nou ja, daar is ook een bijgebouw. Ik zit dan ergens in op de tweede verdieping van dit gebouw. Nou, hier ligt nog een katamaraan. Ja, moet eens kijken hoe prachtig dit is. Echt schitterend, dat Finland. Prachtig. Even het vliegtuig. Nou, in de verte daar zie je nog een haven, als het een beetje goed lukt. Ja, het water is ook kristalhelder. Kristalhelder, het is redelijk helder. Behoorlijk helder. Ik heb geen idee hoe koud of hoe warm het is. Ja, het is een heel groot meer, dus ja, ze hebben daar ook nog een fontein geplaatst. Ja, al met al, het is gewoon fantastisch wat ik nu beleef. Het is prachtig. Have you ever climbed a tall tree? Ask someone for mercy. Give something away that wasn't free. I don't wanna get a vision of you stuck in my head. Because I know that you were meant to be wilder. Another night of television while you're lying in bed. It's slowly gonna be the death of you. Have